Ja, mensen, ik ben er weer met een nieuwe tutorial. En in deze tutorial ga ik je laten zien hoe krijg je een gouden bucket. Wat is nou een gouden bucket? De gouden bucket is een geüpgrade versie van die bucket die je al krijgt bij Setsubou no Shima. Deze bucket is oneindig, je kan hem zo vaak gebruiken en je hebt alle watersoorten gelijk opgeslagen. Hoe doe je dit nou? Dat ga ik jullie nu laten zien. Enjoy! Om natuurlijk eerst alles eerst te beginnen, moet jij natuurlijk wel een bucket hebben. De eerste bucket is te vinden bij gewoon in de spawn. Dus als je solo speelt, heb je hem al heel snel gevonden. Maar stel je voor, je speelt dan met multiplayer. Als je met multiplayer speelt, er zijn precies 4 buckets over de hele map verspreid. En waar zijn die 4 buckets dan? Er is een andere te bucket te vinden bij het groene, de groene bron. En die zit hier dan ergens verstopt. Maar hij is makkelijk te vinden aangezien hij zo'n blauwe rand eromheen heeft. Nog een locatie voor de bucket is Lab A. Dan zit hij in de bunker. Moet jij hem ergens kunnen vinden. De vierde locatie en de laatste locatie is te vinden bij de Pack-a-Punch ruimte. Of hij zit hier, kan hier ook onder zitten, maar ik zit het meestal hier aan de zijkanten. Om je bucket te vullen heb je water nodig. Op de map Setsubou no Shima zijn er eigenlijk 4 manieren om water te halen, maar jij hebt er maar 3 van nodig. De eerste manier is om hier bij de blauwe bron het blauwe water te krijgen. Loop er gewoon heel rustig in met je bucket, hou je vierkantje ingedrukt, stop je water erin. De tweede plaats hier is hier achter in de map het groene water. De derde plaats is ergens helemaal diep in de bunker als jij het Pack-a-Punch onderdeel wil unlocken. Hier bij al die kokonnen ga je naar links en zie je hier het paarse water. Het volgende wat je nodig hebt is natuurlijk een seed zelf. En een seed zelf kan worden gedropt door een zombie. En wanneer dropt de zombie zo'n seed, dat is eigenlijk helemaal niet duidelijk. Maar je kan ongeveer 2 à 3 krijgen per ronde. Dus kijk, pak ze sowieso altijd op. De power-up ziet er zo uit, je kan er 3 van oppakken in totaal. Heb je nou eindelijk een seed, dan zie je hier rond in de map van deze cirkels met steen en in het begin, in het midden, aarde. Daar kan jij een seed planten. Er zijn heel veel over de map verspreid en je kan er dus altijd wel je seed ergens kwijt. Om de gouden bucket te krijgen, moet jij 4 speciale planten groeien. Deze 4 planten zijn... Deze plant noem ik de babysitterplant. Deze plant krijg je als je de plant 3 keer met groen water watert. Okay. Als je deze plant 3 keer met groen water watert, dan krijg je deze plant. En wat deze plant doet, als er een zombie langsloopt, dan houdt hij hem vast. Hij slaat hem eerst neer, hij slaat zijn poot eraf en hij houdt hem vast voor de hele ronde. Helaas is het niet voor eeuwig. Voor mij houdt hij ongeveer 10 minuten vast. Dus ga niet AFK, want vertrouw dit ding niet. Deze plant is 1 van de 4 planten die je moet hebben voor de gouden bucket. De volgende upgrade plant is de plant van 3 keer het blauwe water. Deze plant geeft een iets bredere reward als je de standaard, als van de standaard planten die kunnen groeien als je maar 1 ziet en niet water. De derde plant is de plant van het 3 keer paarse water. En het 3 keer paarse water is een plant die zombies aantrekt. Die grote paarse plant dus. En hij killt ook zombie om zich heen, dus erg handig. Het is voor mij ook een missie van je challenges. De laatste plant die je dan moet hebben is de fruitplant. De fruitplant is een hele rare plant, vind ik, omdat het heel onvoorspelbaar is. Je moet de plant van elk van de wateren 1 keer wateren. Dus je moet het zie je dus. Een groen water geven, een blauw water en een paars water. Als je deze allemaal hebt gegeven, is er een kans dat de fruitplant bestaat. Wat deze fruitplant dan doet, het geeft je een perk, maar het heeft maar een kleine kans om echt een perk te geven. En anders geef je letterlijk gewoon over. Ja, dat kan. En als jij deze planten dan allemaal hebt, dan heb je deze stap voltooid. Je moet trouwens ook het Skull of Nansapwa halen. Want anders kom jij hier niet ver. Belangrijk deel om ook niet te vergeten is hier deze poster te mesmerizen. Want dan kan jij iets unlocken waar jij deze golden bucket kan krijgen. Dus vergeet dat niet. Heb jij nou al de planten gekropen en het skill dan sap, dan pak jij hem en breng je hem naar deze plek.
En hou jij dan Mesmerize of Vaporize, in ieder geval het witte licht ingehuld. En dan zie je dat daar een pot ontstaat. Wat je in deze pot moet je in plaats van je eigen bucket erin stoppen. Als je de bucket erin stopt, dan zie je dat er 3 plaatsen waar je seed kan stoppen ontstaan in de map. En daar moet jij allemaal je seed in stoppen. Deze seeds zullen dan uitgroeien tot van die paarse planten. En deze paarse planten moeten allemaal gigantisch veel kills hebben om de gouden bucket te verkrijgen. Het enige nadeel hiervan is dat de planten niet voor eeuwig zijn en dat je ze soms moet bijvullen omdat ze soms door de zombies worden gedood. Wanneer je uiteindelijk dit verlossende geluid hoort, weet je dat je klaar bent en dat jij de golden bucket kan oppakken. En jouw golden bucket is klaar. Je kan hem oppakken hier waar je hem hebt ingestopt. En de hele lobby kan hem oppakken. Hij zal dan in deze plant spawnen, die open je gewoon. En de golden bucket komt eruit. Wat is een golden bucket nou doen? Het is een oneindige water source. En als jij de L3 en de L... Wacht even. Als je de L3 en de R3 tegelijk indrukt, switch je van waterkleur. Dan kan je eigenlijk gewoon oneindig veel water geven. Dit was de tutorial dan voor vandaag. Vond je dit nou een leuke tutorial? Wees zeker dat je op me subscribed en like voor meer. En ik zie jullie dan in de volgende video. Peace!